zitten hier bij Wim Winterman. Ik heb je ooit gesproken in Strunk, waar je iets vertelde over schilderijen. En toen zei je van, ik vind hout en daar maak ik wat moois van. Vertel eens, waar vind jij hout? De meeste hout vind ik in de hoveniersbedrijf. Ik werk al jaren in de groen, mijn hele leven heb ik al in de groen gezeten. Daar vind ik de leuke dingen. Van allerlei rommel komt er uit de grond. Er kunnen takken wezen, er kunnen wortels wezen. En daar zit een bepaalde vorm in die ik dan zie eigenlijk. En dan neem ik het mee naar huis en probeer ik er wat van te maken. Maakt het niet uit wat voor soort hout het is? Het maakt eigenlijk helemaal niks uit, als er maar direct wel een leuke vorm in zit. Het liefst heb ik dus een beetje fijn hout, hè, wat niet te hard barst. Hè, want als het direct al een soort dunne hout en zo, als het direct al barst, dan is het niet mooi om te bewerken. Het is ook grof hout, hè. Moet het ook mooi kunnen schuren. Hoe lang doe je het al? Ik denk een jaar of 45. Heel lang dus. Het is hobby, maar het is ook een beetje professioneel geworden langzamerhand, dacht ik. Ja, ik probeer altijd niet te professioneel te wezen, maar dat lukt natuurlijk niet, hè, als je er zo lang mee bezig bent. Dus dan geef ik nou van allerlei workshops enzovoort en de tentoonstellingen waar er maar gevraagd wordt. Hè. Hoe komen de mensen aan je adres? Heb je een website? Of? Ik begin helemaal niet aan een website, want dan krijg ik het veel te druk natuurlijk. Hè. Dus door die tentoonstellingen komen de mensen aan mijn adres. Er komen altijd heel veel mensen en daar hangt meestal op een telefoonnummer van mij en dan kunnen ze mij vragen of, voor een workshop enzovoort. Als je een workshop geeft, hoeveel mensen heb je daar ongeveer voor nodig? Nou, het liefst minimaal 10. En de hoeveelheid maakt verder niet zoveel uit, maar als je met z'n tweeën bent, is het heel ongezellig natuurlijk. Maar minimaal 10, maar er kunnen er ook 25 wezen, dat is niet zo'n probleem. En zeg maar, als je zo'n workshop geeft, moeten de mensen dan eigen mesjes meenemen op materiaal? Nou, het liefst, ik heb zelf dus altijd gereedschap. Voor 50 personen, hele bende messen, alles gereedschap heb ik wel. Maar het liefst heb ik dus dat de mensen zelf een eigen hout meenemen. Hè. Dan hebben ze het zelf al gevonden, dan maken ze er zelf van en zijn ze er trots op. Ja. En dat is hartstikke leuk om te doen. Maar hebben ze dat niet, dan neem ik zelf werkstukken mee. Ja. Ik heb altijd een hele grote hoeveelheid werkstukken hier thuis liggen voor workshops. Ja. Ik pak eens een stukje hout erbij, hè? Deze bijvoorbeeld. Ja. Kan je er wat van vertellen? Van hoe heb je dat gevonden? En... Ja, dit is nou net toevallig een heel apart stukje hout, want dit komt uit een zandzuigerij. En dit stukje hout is 40.000 jaar oud, dat is fossiel hout. Ja. Kijk, en, ja, daar kun je ook wat van maken. Hè. Eerst laat het drogen. Nou, je ziet dat het helemaal niet gebarsten is. Eigenlijk is het een natuurlijke kleur ook van het hout. Er zit helemaal een beetje ijzer zit erin. Dit is toevallig niet te hard, hè, maar je kunt er echt leuke dingen van maken. Nou ja, dit is moeder met kind. Ja, en dan kun je er nog hele kleine dingetjes kun je erbij vinden, zie je. Ja, precies. Ja, en dan krijg je toch een hele leuke structuur. Ja. En je maakt dat dus zo dat het uit zichzelf gaat staan, hè? Ja, ik pak er nooit wat aan. Het moet uit zichzelf staan. Ja. Maar wel op zo'n manier dat het net bijna omvalt. Okay. En dan krijg je namelijk dynamiek erin. Hè? Ja. En dan loopt het weg. En wat het dan voorstelt, dat moeten mensen zelf bedenken. Okay. Want dat is juist het aardige ervan. Nou, ik heb ondertussen alweer wat in mijn hand genomen. Vertel hier eens wat van. Wat is dit voor hout en zo? Dit is elzenhout. Ja. Kijk, maar het is helemaal in elkaar gegroeid hier. Kijk, en alle rommel is eraf. Kijk, maar het hout blijft mooi. Dit is ook al ongeveer een jaar oud. Kijk, maar dat barst niet. Het doet helemaal niks verder. Kijk, en het kan mooi staan natuurlijk. Ja, en wat het is, ja, als je hem draait, zie je inderdaad van allerlei vormen verschijnen. Ja, ik vind het erg mooi en mooi om naar te kijken. Ik noem het zelf altijd het melkmeisje. Ja. Maar ja, mensen mogen het wel bedenken. Meestal maak ik dus wel een kop eraan. Hè. Ja. Ik maak er een kop aan, om dan wordt het menselijk namelijk. Ja. En wat ook belangrijk is, dat ik eigenlijk met de gulden snede werk. Hè. Vertel eens aan de mensen, wat is de gulden snede nou hierin? Nou, de gulden snede, dat zijn eigenlijk de menselijke verhoudingen. En, dat is eigenlijk een heel ingewikkeld proces. Maar ik doe het ook helemaal op gevoel. Ja. Maar het moet een menselijke verhouding hebben. Oké. Okay. Kijk, dat noemen ze dan de gulden snede. Hè? Ja. Kijk, en ze gewoon eigenlijk dus die kop 100 keer groter maken, krijg ik een hele rare verhouding. Of dat gaat een beetje op gevoel. Ja. Nou, er staat er naast jou iets heel groots. Ik weet niet of je dat erbij kan pakken. Ja, het is. Dit is een dode iep is dus geweest. Hè? Ja. Zo'n priëel iep. Kijk, en als je die dan omzag, ja, dan krijg je van allerlei rare figuren natuurlijk. Kijk, en dit heb ik er dan van gemaakt. Ja. Het is echt helemaal kunst, hè? Ik weet niet of het kunst is, maar in ieder geval heeft het een fijne vorm om naar te kijken. Ja. Kijk, en ik heb er een keer een wedstrijd gehouden van, moest ik zelf een naam bedenken. Nou, dat had ik 1000 namen en
wat is geworden, de vlierenfluiter of zo, ik weet niet precies meer, maar ja, het zijn toch leuke dingen om te maken. Ja. Ik bewerk ze verder ook helemaal niet, hè, er zit helemaal geen lak of niks op. Nee. Betekent wel dat je ze niet buiten kunt neerzetten, want dan zijn ze met een jaar helemaal weg. Je had bovenstuk eiken, hè, wat je wel helemaal gelakt hebt, hè? Ja. Kijk, maar ook dat eiken, dat is met een jaar of vier weg. Ja. Je kunt er wel een paar jaar buiten zetten, maar er blijft niks van over. Nee. En dat is natuurlijk zonde, hè? Maar als je nou zo'n groot werk, hoe lang werk jij daar nou aan? Ja, ik werk natuurlijk niet een hele dag aan zo'n werkstuk, want meestal ben ik met vijf dingen tegelijk bezig. Ja. Of misschien nog wel meer. Ja, en als je gezien hebt, ga ik met volgende verder. En dat zolang het er klaar is. Ja. Maar ik maak ze dus wel af, hè, want anders dan blijft ze allemaal van die halfslachtige dingen die niet af zijn enzovoort. En hier kan ik dus mee naar een tentoonstelling toe. Dat heb ik ook al wel 10 keer kunnen verkopen trouwens. Ja. Doe je dat niet? Nee, ik heb nog nooit wat verkocht. Nee. Ja, ik ben een beetje aan gehecht natuurlijk. Hè. Ja. Mensen willen ook altijd de mooiste dingen hebben. Dan blijf je met de rommel zitten. Ja. Ja. Waar staat zoiets nou? Zet je dat dan in de kamer neer bij jezelf? Nee, dit ligt allemaal op zolder op een grote bult. Want ja, je kunt de hele kamer niet vol gaan zitten, hè, met allemaal producten van jezelf. Dan heb ik echt een hele grote zaal nodig. Dat ligt allemaal op zolder en dan gebruik ik het als ik een tentoonstelling hou. Maar hoe noem jij jezelf? Ben je kunstenaar? Ben je een artistiekeling? Ben je iemand die... je kan je allemaal woorden geven. Ja, nou, ik noem mezelf geen kunstenaar, absoluut niet. Ik doe het ook puur voor... eigenlijk is het puur egoïsme. Hè. Ik maak gewoon dingen voor mezelf. En als de anderen van genieten, dan is dat mooi meegenomen. Ja. En omdat ik gemerkt heb dat zo is, geef ik ook workshops van. Ik vind het leuk om mensen te leren waar ze naar moeten kijken. En ik vind het ook leuk als mensen zo egoïstisch worden dat ze het ook voor zichzelf gaan doen dan. Ja, absoluut. Want dat is al heel vaak gebeurd. Ja. Je kunt zelf mensen in een rolstoel en zulke hobby's leren. Hè? Ja, precies. Ja. Hey, als er nou mensen nou zeggen van, hey, dit vind ik erg mooi en heel apart, ik wil een workshop hebben, hoe kunnen ze jou bereiken? Ja, dan kunnen ze me gewoon bellen. Via die bezoekerscentra's enzovoort. Daar staan meestal mijn adressen, die weten ook mijn adressen. En als ik dan een workshop gehouden heb, dan weten die mijn adres ook weer natuurlijk. Volgens mij is het 0572-353520. Ja, nee, dat klopt. Ik weet niet hoe je dat zo gewoon onthoudt, maar dat klopt. Ja. Ik ben slecht in namen, maar nummers niet hoor. Nee, ik ben heel slecht in nummers. Oké. Nou, Wim, hartstikke bedankt dat we hier mochten zijn. Heel veel egoïstische uurtjes nog met je hobby. Ja. En ik hoop dat ik heel veel aan andere mensen kan overbrengen. En dat vind ik dus weer heel sociaal van je. Ja, vind ik het mooiste wat er is. Ja, okay. En daarom zit ik ook al 40 jaar in het onderwijs. Ja, okay. Bedankt, Wim. Ja, graag gedaan. Ja, volgens mij al een leuk gesprek.